Peggy 7. Pret met Pokémon! Hier zijn we weer met een nieuwe speciale aflevering over Pokémon. We hebben het nog niet gehad over de mensen in Alola met wie je vriendschap sluit in Pokémon Sun en Pokémon Moon. Je hebt gelijk, Kat Mario. In de Alola-regio zijn er heel veel mensen die Pokémon verzamelen, trainen en laten vechten. In Pokémon Sun en Pokémon Moon is er een coole professor die Kukui heet. Hij is laaiend enthousiast over Pokémon. Misschien wel een beetje te enthousiast. Professor Kukui helpt je tijdens je avontuur in de Alola-regio. Als je de regio verkent, zul je hem vast en zeker tegenkomen. Hij is erg cool. Absoluut. Misschien moet ik ook zo'n laboratoriumjas dragen. Dat staat me vast beeldig. Laten we de mysterieuze Lily niet vergeten. Dat is de assistente van de professor. Ze leest graag boeken en vertroetelt haar Pokémon. We worden vast beste maatjes. Ik zorg ook altijd goed voor mijn Pokémon. Ik vraag me af waarom ze de professor helpt. Ze heeft iets geheimzinnigs. Ten slotte is er nog de jonge en krachtige Hau. Hau is dol op Pokémon en op eten. Wie niet? Hau wordt een goede vriend van je zodra je op avontuur gaat in de Alola-regio. Dus wees aardig voor hem. In Pokémon Sun en Pokémon Moon kom je nog een heleboel andere mensen tegen. Je kunt je Rotom Pokédex vullen met allerlei nieuwe Pokémon die je zult ontdekken. Kijk maar eens. Spannend! Ik sta te popelen om op avontuur te gaan en ze te vinden. In deze game kun je sommige Pokémon zelfs gebruiken om te surfen. En ook voor andere doeleinden. Oh jee, volgens mij is dit alweer het einde van deze prachtige aflevering. Voordat we afsluiten, hebben we nog een Pokémon quiz. Kunnen jullie zien welke Pokémon dit is? Hier is een tip. Hij is nogal langzaam. Het is Slowpoke. Slowpoke is niet alleen langzaam. Als hij in zijn staart wordt gebeten, voelt Slowpoke geen pijn. Dat is handig. Zo'n staart wil ik ook. Dit is alweer het einde van een geweldige aflevering. De volgende keer gaan we zelf op pad in de Alola-regio. Jee, ik kan niet wachten. Dag!